Martens alleen en met tijd 1-0 zijn 8e doelpunt dit seizoen. Matthijs heeft al een paar goede reddingen verricht, maar hier is hij kansloos. De voorzet is van Smeets, het doelpunt van Martens. Ook na de rust is Gent de gevaarlijkste ploeg. Na 3 minuten al een misverstand achterin bij Lommel. Sandy Martens met de bal aan de haal en 2-0 zijn 9e doelpunt dus dit seizoen. Sandy Martens laat zich niet wegdringen door Maarten Schops en scoort. Lommel dringt daarna wel iets meer aan, maar veel levert dat niet op. Een voorzet van Scavone, een kopbal van Veldhoven, de man haalt hem eruit. AAG Lommel 2-0.